Brang was in de jaren 50 dé oorlogsverslaggever van Nederland. Miljoenen mensen zaten aan de radio gekluisterd als hij verslag uitbracht van oorlogen in verre landen. Publicist Louis Sweers stootte bij toeval op 3000 negatieven van de hand ook van Alfred van Sprang en besloot aan de hand van die foto's, artikelen en verslagen een boek te schrijven over deze eenzame avonturier, zou ik willen zeggen. Alfred van Sprang, met als ondertitel Het gezicht van de Koude Oorlog. Louis Sweers is hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat staat er ook niet voor niets onder. Het gezicht van de Koude Oorlog. Hij was in de tijd dat de Koude Oorlog op zijn hoogtepunt was, de eerste en enige verslaggever die ook ter plekke bij allerlei oorlogen aanwezig was. In hoeverre bepaalde hij de hele publieke opinie in Nederland? Nou, het had een behoorlijke invloed. Niet alleen door zijn radioreportages die elke week werden uitgezonden en waar eigenlijk heel Nederland naar luisterde. Bij wie? Bij de NCRV toen. Maar ja, hij oversteeg de doelgroep, zou je kunnen zeggen. Want, ja, het was niet voor de hand liggend. Hij was niet echt een typische NCRV-man. Nee, zeker niet. Maar iedereen luisterde naar Van Sprang in die tijd. En ja, hij was, dat is heel opmerkelijk, de enige reizende reporter in Azië, Afrika, Midden-Oosten, noem maar op. Met het gevaar dat hij kon doen wat hij wilde en kon zeggen wat hij wilde. Ja, er waren natuurlijk wel wat buitenlandse correspondenten, maar hij was de enige Nederlander. En daarnaast schreef hij ontzettend veel. Hij was een zeer productieve man. En hij maakte ook foto's, later filmde hij ook. Dus hij deed enorm veel en hij publiceerde in een aantal kranten en in het blad De Spiegel. Dat bestaat niet meer, maar dat was ook een christelijk blad. Mm-hmm. En, het beeld van de wereld, zeg maar, buiten Nederland werd dus in grote mate ook bepaald door zo'n Alfred van Sprang, zou je kunnen zeggen. Zou je kunnen zeggen, want door zijn foto's en films en zijn radioreportages had hij een grote invloed. En zeker bijvoorbeeld in 1956, de inval van de Russen in Hongarije, de opstand in Boedapest. Ja. Daar zijn natuurlijk ook hele emotionele radioverslagen door hem gemaakt. En daar is Nederland zeer door geraakt. Ja. Dat zijn dingen die mensen zich nog altijd herinneren van die leeftijd. Klopt. Ja. En er gaan ook wel verhalen dat hij de aanzet zou hebben gegeven tot die volkswoede die er toen is ontstaan. Hè? Dat anti communisme zou hebben aangewakkerd. Ja, want hij was niet bepaald objectief in zijn verslaggeving. Hè? Hij was behoorlijk gekleurd, maar je moet het natuurlijk wel in de tijd plaatsen. De jaren 50, Koude Oorlog, een sterk zwart-wit denken, hè, tussen Oost en Westen. Mm-hmm. Alles werd gezien in het kader van het oprukkende communisme en Van Sprang. Zijn bevlogenheid is daar ook, zeg maar, komt daar ergens ook vandaan. Want hij ging naar al die oorlogen en conflicten waar de communisten in betrokken waren. En dat was in die tijd bijna in elke oorlog. Ja, en met name in Azië, hè, want het speelde zich natuurlijk vooral af, de echte oorlogen in de Koude Oorlog, die speelden zich af in Korea, Indochina en natuurlijk ook in China. Mao de macht kreeg in 1949. Ja. Hoe bent u zelf geïnteresseerd geraakt in Alfred van Sprang? Ik ben natuurlijk erg geïnteresseerd in fotografie en in geschiedenis. En Van Sprang was ik al eerder tegengekomen als verslaggever in Nederlands-Indië. Ja. In die decolonisatiestrijd die wij daar gevoerd hebben. Daar was ik hem tegengekomen en toen ben ik verder gaan zoeken. En uiteindelijk vond ik toch een deel. Hebben ze daar heel erg tegen, die decolonisatie? Ja, hij kon daar niet mee overweg. Ja. Hij ging tegen de trend in, zou je kunnen zeggen. En dat hield hij ook vol tot 1960. Hè. In Belgisch Congo vond hij ook maar niks dat die Belgen weg moesten. Nee, die Europeanen deden het prima daar in Afrika en Azië. En ja, dat moest zo blijven volgens hem. Ja. U bent gestuurd op 3000 negatieven. Hoe is het mogelijk dat die nooit eerder boven water zijn gekomen? Ja, die zijn blijven liggen. Na zijn overlijden in 1960 is een heleboel materiaal van Van Sprang vernietigd ook. Hè. Ja. En deze 3000 negatieven had hij gedeponeerd bij het fotopersbureau ABC in Amsterdam. En die zijn er gewoon in een kast blijven liggen. Ze zijn nooit meer opgehaald. En men wist ook niet wat het was. En 40 jaar later herkende ik zijn werk. Want hij heeft natuurlijk wel heel veel gepubliceerd. Ja. En ik herkende die foto's. En toen ben ik dat verder gaan uitzoeken. Ja. Ja, wat opmerkelijk is, we hadden het daar net ook al even over buiten de uitzending, is dat het eigenlijk hele mooie, vredige foto's zijn. Ook prachtige composities. Absoluut. Echt. Van plekken waar de grootste wreedheden plaatsvonden. Ja, maar je moet het wel in de tijd zien. In de jaren 50 waren journalisten en fotografen behoorlijk volgzaam. Ja. Ze keken gewoon de andere kant op als er hele vreselijke dingen gebeurden. Legden ze ook niet vast.
En dus daar was hij ook geen uitzondering in. En ja, hij maakte gewoon hele rustige, ontspannen beelden van oorlogen. Ja, absoluut. Ja, ja, dat is echt heel erg opmerkelijk. Wat zal dat met die man... Wat is nou zijn eigen drijfveer geweest om toch een beetje ontworteld, zeg maar, ja, toch te zijn hier in Nederland? Er zijn ook heel weinig mensen te vinden die hem echt, die iets persoonlijks van hem weten. Nee. Hij was altijd weg in altijd die oorlogsgebieden. Ja. Behalve de communisten haten, wat was het nog meer? Nou ja, als je teruggaat naar bijvoorbeeld zijn tijd in Nederlands-Indië. Hij heeft daar in het kamp gezeten, in een Jappenkamp. Dat was geen prettige ervaring. En daarna is hij altijd bezig geweest met oorlog. En je zou kunnen zeggen, hij was verslaafd aan oorlog. Hij was een oorlogsslachtoffer. Ja, hij was slachtoffer, maar hij was er ook aan verslaafd geraakt als correspondent. Ja, ja. En hij ging dus van conflict naar conflict. En wat doet dat met zo iemand? Dat is natuurlijk de vraag ook. Ook over zijn einde, wat toch altijd een beetje onduidelijk gebleven is in 1960. In 1960? Ja. Eigenlijk misschien wel... voor hemzelf achteraf gezien een gelukkig moment. Want hij had nooit zo kunnen werken als hij de roerige jaren 60 had meegemaakt. Nee, was voor hem heel moeilijk geweest waarschijnlijk. Die had hij misschien niet overleefd, nee. Want die gekleurde berichtgeving, dat had absoluut niet meer gekund. Nee. Ja, en men ging toch anders denken over het communisme. Zeker, en de Koude Oorlog werd in een ander daglicht gesteld. Ja. Maar even over die dood van hem is vrij plotseling gebeurd. Ja. En daar hangen ook allerlei verhalen omheen. Wat er zijn wat wilde geruchten natuurlijk. Hij was al jong, hij was 43 jaar. Ja, ik heb daar geen document of zo over kunnen vinden. Die zijn er gewoon niet meer. Maar, ja, familie, daar komt ook eigenlijk niks uit wat dat betreft. En ik denk zelf, maar dat is een soort optie, van dat hij toch gewoon oorlogsslachtoffer was en leed aan aan oorlogstrauma. Hè. Dat zou je nu noemen posttraumatische stressstoornis. Ja. En daar wordt nu heel erg op gelet. Soldaten die in Bosnië zijn geweest, die worden al preventief, zeg maar, behandeld daarvoor. Ja. En in de jaren 50 was dat een hele onbekende ziekte. En daar werd helemaal niet, daar werd geen rekening mee gehouden. En hij was nogal alleen. Hij zat gewoon een aantal weken alleen in huis. En had ook geen vrienden hier. Hij werd ook niet... dus hij was alleen en dat is hem fataal geworden volgens mij. Het is wel een hele eenzame man. Wat is nu nog achteraf zijn belang, zijn betekenis? Hè? Was het gewoon een exponent van zijn tijd, typisch passend in die tijd? Of meer een curiositeit? Mm-hmm. Nou, hij heeft ook een voorbeeldfunctie gehad. Ik bedoel, in de wijze, in zijn werkwijze. Hè? Hoe hij dat deed, hoe hij dat aanpakte, daar zijn later andere journalisten mee doorgegaan. Ja, niet met zijn gekleurde berichtgeving natuurlijk, maar wel met de werkwijze. En die was? Continu de conflicten volgen en ook behoorlijk je daarin verdiepen. Dat deed hij wel. Hè? En ernaartoe. Met je neus erbovenop. Participerende journalistiek zou je kunnen zeggen. Hij ging met de soldaten mee op patrouille. Hij verbleef bij een plant ergens op een eenzame post een week of twee. En dan maakte hij daar een verslag over. Dat deed hij wel. Hij was wel heel erg betrokken. Ja, goed. Hartelijk bedankt dat je een klein tipje van de sluier hebt opgelicht over Alfred van Sprang. Honderden foto's van Alfred van Sprang zijn vanaf morgen, 26 juni, te zien in de Kunsthal in Rotterdam. En het boek Alfred van Sprang, Het gezicht van de Koude Oorlog, wordt eveneens morgen gepresenteerd. Dus dit was een voorproefje. Bedankt nogmaals. Tot zover Ontbijt TV van dit seizoen. Zelfs in juli en augustus brengt de KRO speciale programma's voor de jeugd. Tussen 7 en 9 uur 's ochtends met onder andere het populaire TikTok. Maandag 30 augustus dan zijn wij weer terug met Ontbijt TV. Weer 10 maanden lang. Een hele prettige zomer en graag tot daarna. Soft toiletpapier. Het zachtste soft aller tijden. Want Edet Soft heeft 4 vele lichte laagjes voor een nog zachter gevoel. Niets is zachter. Het nieuwe Edet Soft toiletpapier. Merk het verschil.